Het nieuws van vrijdag 24 juli. De Vierdaagse zit er weer op. Een onophoudelijke stroom wandelaars krijgt een warm onthaal op de Via Gladiola. Het is echt superleuk. Ja, volgend jaar misschien weer. 3 dagen lang stunts, crossen en veel muziek. De Zwarte Cross gaat los. En dialyse op de camping. Nierpatiënten kunnen vakantie vieren zonder ziekenhuissores. Toch nog op vakantie, hè? Nou, dames en heren, goedenavond. De 93e editie van de Nijmeegse Wandelvierdaagse zit er weer op. Vanmiddag kwamen tienduizenden lopers aan op de Via Gladiola. Hartstochtelijk toegejuicht door honderdduizenden mensen. In Nijmegen is de hele week al onze verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, wat kun je ons vertellen over deze laatste dag? Dat het weer een enorm feest is, zoals alle jaren op de laatste dag. Wel even regen vanmiddag, was nog een kleine domper. Maar ja, je ziet het, dit zijn de mensen die allemaal binnen zijn gekomen. Opgevangen door familie en nu weer aan het bier. Ja, het is na 4 dagen blaren, nu de bloemen. En voor sommige mensen was het ook tranen en vandaag de trots. Ik heb hier 2 deelnemers, 2 debutanten. Ze komen uit Venezuela. Ja, dan nu een kruisje gehaald. Hè? Hoe voelt dat nou? Het voelt heerlijk. Eindelijk hebben we het gehaald en het voelt heerlijk. Wij zijn heel trots op onszelf en op iedereen. En nu heb je respect voor iedereen die dit 1 of meerdere keer doet. Het is echt een topprestatie. Topprestatie. U heeft ook voor de eerste keer meegedaan. Laat ik zien het kruisje. Ja, voor de eerste keer. Dat is hartstikke leuk, hoor. Oh, super trots allebei. Nou, leuk. En dan dit wil ik even laten zien. Dit is een beetje het altaar van de Vierdaagse. Iedereen die gelopen heeft, die zijn kruisje heeft gehaald, wil voor dit bord op de foto. En hier gaat het om, hè. 4 dagen uitgelopen. Vanochtend zijn begonnen. Ruim 37.000 mensen. De laatste dag vallen er niet zoveel uit. 200-300. Dus een goede 37.000 mensen hebben vandaag een kruisje opgehaald. Nou, het was een dag die met een zonneschijn begon, later wat regen. Verslaggever Elle Kampos, cameraman Alwin van der Brandhof, maakte de volgende reportage. Tienduizenden wandelaars trekken vandaag over de Via Gladiola. De meesten liepen ogenschijnlijk makkelijk. Anderen strompelen en sommigen lopen zelfs met hulpstukken. Ik heb nog nooit met zo weinig pijn en zo weinig blaren kunnen lopen. Hoe komt dat? Nou, die nieuwe knieën, hè. Kijk, 2 operaties. Caroline Smit rolde de 50 kilometer en kreeg dit jaar voor het eerst een kruisje. En een zoen van de marsleider. Ik ben echt hartstikke blij en het voelt gewoon geweldig. De marsleider, hier rechts in beeld, is tevreden over het verloop van de Vierdaagse. Geen spetje geweest, geen problemen geweest. Overwegend veel mooi weer gehad. Een heleboel enthousiaste deelnemers. Zo druk als het 's middags is, zo uitgestorven is het als de Brit Simon Brownlee rond 9:30 vanochtend binnenkomt. In tegenstelling tot de Brit kregen de deelnemers die 's middags binnenkwamen een warm onthaal. Uit. Weet je, anders wordt het te zwaar. Dit is een stuk prettiger. Als je in het zonnetje binnenkomt, dan is het 1 groot feest. Maar 's middags, als het weer omslaat, dan kom je zo binnen. Ja, in Nijmegen verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, als ik het goed begrijp, kunnen we spreken over een zeer succesvolle Vierdaagse. Ja, dat kan je zeker zeggen. Qua uitvallers, want het is niet zo hoog aantal dit jaar. Maar als we kijken ook naar de feesten, tot gisteravond al ruim 1,1 miljoen mensen op de feesten afgekomen. Problemen zijn er nauwelijks geweest. De politie heeft helemaal niet veel in te hoeven te grijpen. Zo'n 10, 20 arrestaties per avond. Op zo'n mensenmenigte is dat helemaal niet veel. En wat de Vierdaagse zelf betreft, de lopers, als ik ze navraag hoe het gegaan is, iedereen spreekt van een super organisatie. Alles is echt van een leien dakje gegaan. Ja, alleen de weer, het is voor het 3e jaar op rij dat op de laatste dag enorme regenbuien naar beneden komen. Maar voor de rest ging het echt super deze 4 dagen. Jacques, voor jou als verslaggever was dit niet de eerste Vierdaagse. Hoe kijk je zelf terug op de week? Nou, ik kan alleen maar zeggen, de organisatie heeft het echt perfect in handen. Dat is natuurlijk dank aan de vele vrijwilligers die de organisatie bijstaan. Organisaties zeggen ook dat ze de militairen heel hard nodig hebben. Dat samen maakt dat natuurlijk ook een heel mooi festijn tijdens het lopen, de militairen en de burgers.
Ik denk ook voor iedereen die hier werkt. Alles gaat zo makkelijk. Alles gaat van een leien dakje. De organisatie die loopt gewoon. Daar moeten ze ook niks aan veranderen. Want het gaat gewoon supergoed. Ja, de enige wat we gehad hebben is de twee gevallen van Mexicaanse griep. Eén was een serieus. Die mevrouw ligt in het ziekenhuis. Een Britse militair. En voor de rest is alles gewoon, ik kan alleen maar zeggen, van een leien dakje gegaan hier. En een pluim voor de organisatie van deze Vierdaagse. Goed, Jacques van Hagen, dankjewel. En wellicht tot volgend jaar bij de 94e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Veel middelbare scholieren die genieten in deze periode met hun ouders van een paar weken vakantie. Maar ze stappen niet allemaal achter in de auto richting Zuid-Frankrijk. Nee, want in Ede helpen jongeren van 12 tot 15 jaar met archeologische opgravingen. De archeologische opgravingen zijn in de wijk Kernhem, waar de grond wordt voorbereid op nieuwbouw. Voordat de bouw begint, wordt er gezocht naar restanten uit de periode van 5000 voor Christus, de zogenaamde middensteentijd. Charlotte Peen van de gemeente Ede nodigde hiervoor ook jongeren uit van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis. NJBG die gaat elk jaar op zoek naar opgravingen in Nederland waar ze mee kunnen werken. Ook om de jeugd natuurlijk te interesseren voor archeologie. En de kinderen vinden het ook hartstikke leuk om mee te graven. En in overleg met de gemeente en ook met het ADC, archeoprojectenbedrijf wat hier werkt, hebben we kunnen reorganiseren dat ze hier 2 weken kunnen graven. 2 meter 21. En de jongeren willen heel wat gaan opgraven in Ede. De heilige graal of iets dergelijks. Nee, een stuk vuursteen zou wel leuk zijn, maar er zit hier... de dingen zijn dus zo klein dat we ze meestal alleen pas bij de zeef kunnen zien. Gaat het goed? Ja, het gaat heel erg goed. Ja? Heb je al wat gevonden? Nee, nog niet. Wat hoop je dat je gaat vinden? Een skelet met allemaal grafgiften eromheen. De meeste leeftijdgenoten staan op de camping of graven hoogstens een gat op het strand. Zoeken naar vuursteentjes van 7000 jaar oud lijkt dan ook niet echt hip. Maar dat maakt de meeste niet uit. Ik heb wel een aantal vrienden die me een beetje raar aankeken vanwege dat. Maar op zich heb ik geen vreemde reacties gekregen. En ja, ik zit er niet zo mee. Volgende week begint het schoonmaken en verder onderzoeken van de afgegraven grond. Hopelijk wordt er dan iets meer duidelijk over verre Edese voorouders. Wat we nu al kunnen vaststellen is dat er een aantal concentraties zich in het gebied bevinden. Wat betekent dat er waarschijnlijk dat er op meerdere plekken mensen hebben gewoond, geleefd. Het is, ja, op basis van het beeld dat we nu al hebben is het in ieder geval een unieke vindplaats. Ja, terwijl het feest bij de Nijmeegse Vierdaagse nog in volle gang is, zijn duizenden andere feestvierers al naar Lichtenvoorde afgereisd voor de 13e editie van de Zwarte Cross. 3 dagen motorspektakel, muziek en theater en vooral heel veel lol. Het is een optocht van de meest bizarre voertuigen die richting het Achterhoekse Lichtenvoorde rijden. Allemaal in de stemming voor 3 dagen feesten. Ik vind het prachtig. Politie vindt het ook prachtig, maar controleert onderweg toch nog even al die bizarre voertuigen of ze wel veilig zijn. Maar 7 krijgt er een bekeuring en geen bestuurder die al te veel op heeft. Dus op naar de Ben-Hur-klasse, de Gazonbaaier-klasse of de speciale klasse. Ja, dat is het kasteel van net. Vond ik heel mooi. Het bizarre motorspektakel met daaromheen tientallen theater- en muziekoptredens trok vorig jaar ruim 100.000 bezoekers, waarvan er zo'n 15.000 op de camping bivakkeren. Worden maar zeng voor TV Gelderland en hoe we liggen. Man! Ze zijn er al helemaal klaar voor 3 dagen feest, muziek, theater, ronkende motoren en spectaculaire stunts. Hij groeide uit tot een held in de Tour de France. Tot een val een einde maakte aan het sprookje. En nu volgt Kenny van Hummel de Tour thuis in Huissen op de bank. Straks meer. Een 68-jarige vrouw uit Wageningen is gistermiddag in de Rijn verdronken. De vrouw was 's ochtends van huis vertrokken. In de loop van de dag werd ze als vermist opgegeven. Er is geen sprake van een misdrijf. Een wandelaar waarschuwde de hulpdiensten. TV-kijkers die beelden van de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn hebben gezien, melden zich bij letselschadeadvocaten. Ze zeggen door de beelden in shock te zijn geraakt. En daarvoor willen ze nu geld zien van de verzekeringsmaatschappij. De Anne Frank Stichting is ontstemd over een advertentie op marktplaats.nl van een inwoner van Putten. Die verkoopt klompen waar een jodenster op staat met de tekst Amsterdam, Anne Frank, 1944. De stichting noemt dat smakeloos. Het is uitgesloten dat de klompen echt van Anne Frank zijn geweest, zegt de Anne Frank Stichting.
Een 28-jarige man uit Ede die zich op internet uitgaf voor modellenscout is in hoger beroep tot 2 jaar celstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man vroeg pubermeisjes zich uit te kleden voor de webcam. Hij gebruikte deze opname om seks af te dwingen. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Hij verwierf zichzelf een heldenstatus tijdens de Tour de France. Maar Kenny van Hummel is inmiddels weer gewoon thuis in Huissen. De wielrenner moest de Tour verlaten na een valpartij. Maar hij wil zo snel mogelijk weer gaan koersen. Kenny van Hummel keert terug in zijn woonplaats Huissen na een heroïsche strijd in de Tour de France. Hummel verwierf een heldenstatus door een bergetappe stevast net op tijd binnen te komen. Hij stond ook laatst in het algemeen klassement voordat hij uitviel. En daarom krijgt hij een heuse rode lantaarn. En ook in Huissen keert hij als laatste terug vanaf Schiphol. Ja, ik moest even wachten op mijn koffer. Dus ben je automatisch weer de laatste. Hè? Ja, dat is een goede gewoonte geworden. Ja, maar ik ben van plan om dat straks weer rond te gaan turnen. Terug dus in Huissen. Maar Kenny van Hummel is geboren in Elden. En dat ligt volgens zijn vrienden nogal gevoelig. Hij woont in Huissen, dus Huissen mag er ook trots op zijn. Maar voor ons blijft hij toch wel een beetje Elden. Ja. Een Eldenaar blijft altijd Elden zeggen. Door zijn optreden in de Tour is hij uitgegroeid tot de bekendste Nederlandse wielrenner van dit moment. Qua aanmoedigingen en vragen dat ze mochten duwen. Ik zeg, ja, tuurlijk duwen. Dat is niet zo moeilijk. En dan, de commissaris die begon alweer te klagen dat ze aan het duwen zijn. Ja, wat kan ik aan doen dat ze aan het duwen zijn? Je hebt er niet om gevraagd, hè? Nee, ik had er niet om gevraagd. Ze boden het aan. Iedereen moest wat weten en toen hadden we echt iets van, nou, het heeft wel een impact, hoor, hier zo. Er zijn toch wel veel mensen die Kenny van Hummel zijn aandacht willen trekken nu. Vanwege zijn knieblessure mag hij eigenlijk 2 weken lang niet fietsen. Maar na de Tour beginnen de criteriums. En nummer 1 op de verlanglijst van de organisatoren is natuurlijk toerheld Kenny van Hummel. En die heeft goed nieuws. Ik kan aan de start staan. Box meer maandag? Ja, startschot lossen. Zijn manier van koersen heeft ook nog een nieuw woord opgeleverd. Hummelen. Weet je wat dat betekent? Doorzetten. En op tijd binnenkomen. Ja, mooi woord. Ja, misschien wel iets voor het nieuwe Nederlandse woordenboek, hè? Een 29-jarige man uit Nijkerk wordt verdacht van het mishandelen van zijn kind. Begin deze maand werd het 9 weken oude babytje ernstig gewond met onder meer botbreuken opgenomen in het ziekenhuis. Het advies en meldpunt kindermishandeling schakelde de politie in. De 29-jarige vader is opgepakt en vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Op de camping je bloed laten zuiveren. Dat kan bij de Parelhoeve in Wenum-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. Speciaal voor nierpatiënten die met een dialyseapparaat moeten spoelen, zijn daar 2 vakantiehuisjes ingericht met een dialyseapparaat. Pols 73. Stefan Albers is nierpatiënt en moet om de dag een paar uur aan het dialyseapparaat om zijn bloed te zuiveren. Gewoon even op vakantie is er dan niet bij. Voorheen moest ik naar een dialysecentrum. En mijn vrouw en kind bleven dan achter, die gingen iets anders doen. Nou kan ik hier keurig in het huisje blijven en desnoods bij hun. We kunnen het 's avonds doen, dus eigenlijk hoef ik helemaal niet meer weg. En dat dankzij een initiatief van Camping de Parelhoeve in Wenum-Wiesel. Het gezin van Albers kan nu op vakantie en toch net als thuis dialyseren, zonder dat ze steeds naar het ziekenhuis moeten. Dit jaar zouden we niet op vakantie gaan. Juist omdat we net thuis aan dialyseren zijn. En we hadden zoiets, nee, dan blijven we gewoon thuis. Want we willen die continuïteit houden en niet nog eens in de vakantie dan weer naar een ziekenhuis waar je net eigenlijk uit bent. Uniek in Nederland is dat in de vakantiehuisjes ook de mogelijkheid is om 's nachts te dialyseren. Het is handig dat het dialyseapparaat naast je bed kan. Nou, daar is hiervoor gezorgd. En het is handig dat hier dus dag en nacht een dialyseverpleegkundige aanwezig is. Dus mochten zich calamiteiten voordoen, dan kan die inspringen. En die dialyseverpleegkundige is Gerry Dijkstra, die samen met haar man ook eigenaar is van de camping. Ze stak er allemaal eigen geld in om de speciale voorzieningen te betalen. Ik wil heel graag wat voor mijn patiënten iets kunnen betekenen. In die zin dat ze voor de vakantie als gezin samen op vakantie kunnen. Wat dus nu eigenlijk soms best heel moeilijk is. Dochter Chantal vindt deze vakantie fijner dan andere vakanties waarin papa steeds naar het ziekenhuis moest. Omdat we gewoon met z'n drieën zijn. Ja, we zijn aan jou!
En dan zijn we toe aan het weer. In de weerkamer in Wageningen staat Reinier van den Berg. Ook vandaag vielen er weer zware buien in Nederland. Plaatselijk was het noodweer. Maar de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hadden geluk. Zeker degenen die relatief vroeg aankwamen in de loop van de ochtend. Toen was de lucht zelfs vaak blauw. Maar in de loop van de dag ook in Nijmegen wel een paar buien. Ook donkere wolken hierboven. De eerste dag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook daar gedurende de ochtend sowieso nog lange tijd overwegend droog weer. Je kunt dus geluk hebben met dit soort situaties. Want die buien worden altijd wel afgewisseld door drogere gebieden met ook wel een aantal opklaringen. En dat zagen we vandaag dus ook in Nederland en ook in Gelderland. De meeste buien aanvankelijk boven het noorden en westen van het land. In de loop van de middag werd het allemaal ietsje eerlijker verdeeld. Vanavond wellicht nog een laatste bui in de Achterhoek. Voor de rest verwacht ik een droge nacht met vrij brede opklaringen. Minimumtemperaturen zo'n graad of 13 bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En dan morgenochtend toch nog een poging van een paar buitjes. Misschien nog net in de ochtend over de Achterhoek. Maar dat is een hele tijdelijke zaak. In de loop van de ochtend zal dat verdwijnen. En gaandeweg de dag wordt het van het westen uit ook wat blauwer. Het aantal wolken neemt af. De zon komt wat vaker tevoorschijn. En dan belooft het toch wel een hele aardige zaterdagmiddag te worden. Dan is het uiteindelijk overal droog weer. Middagtemperaturen van een graad of 20. Dat alles bij een meest matige westelijke wind. En kijken we dan verder vooruit. Ook dat ziet er wel aardig uit. Zeker voor de zondag. Een droge dag wordt dat met geregeld zon. 23 graden. En maandag zelfs nog wat warmer met 24 graden. Maar dan in de middag toch nog wel een paar buien. De dagen daarna opnieuw droog. Geregeld zonneschijn. En soms ook weer wat hogere temperaturen. Woensdag zelfs weer een zomerse 25 graden. De Vierdaagse in Nijmegen zit erop en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is begonnen. 3 dagen lang stunts, absurde wedstrijden en muziek. Veel muziek. U ziet het hele weekend in speciale Zwarte Cross-uitzendingen op deze zender. En natuurlijk in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond. Hierin is het Annastraat, druppelende lopers.